Ja, natuurlijk Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe commentaar hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik het met jullie hebben over het Black Ops 2 toernooi. Natuurlijk wat ik in juni en juli van dit jaar ga houden samen natuurlijk met Erik. Oftewel Mystic Blue. Yes! Ik heb zometeen wat ik heb wat puntjes opgeschreven. Dat ga ik zo met jullie doornemen natuurlijk. Eerst wat over de achtergrond gameplay. Ik haal hier namelijk op MW3 een MOAB met de AK-47 op de map Fallen. Niet echt een hele spectaculaire MOAB, maar gewoon lekker. Het sukkelt lekker mee op de achtergrond en zo. Gewoon lekker een MOABje. Ja toch? Altijd lekker om MOABs te halen. Ja toch? Ik heb er de laatste tijd een beetje weinig gehaald en zo. En als ik ze haal, dan zijn ze allemaal echt dramatisch, gewoon slecht. Dus ja, is ook niet echt leuk om te uploaden. Dus ik dacht mezelf, nou ja, weet je, deze is wat ouder. Ik vond deze wel redelijk. Ik denk aan mezelf, nou, is altijd leuk, ja toch. Black Ops 2 toernooi natuurlijk. Ja, spanning. Want een heleboel mensen die hebben er echt zin in. Ik zie heel veel tweets langskomen van mensen die aan het oefenen zijn. Aan het scrimmen zijn, zoals dat heet. Ik vind het scrimmen, vind ik echt een... Ik weet niet. Ik vind het niet een heel leuk woord op een of andere manier. Ik weet niet. Gewoon een oefenpotje, toch? Je gaat gewoon een oefenpotje spelen. Screamen. Nou ja. Oké, jullie noemen dat zo. Geen probleem. Ik zie ook wel eens mensen die zeggen van... Ja, ik heb geen team en zo. En dan retweet ik dat wel. Dus mocht jij nog geen team hebben... Ja, tweet even naar me toe natuurlijk. En dan retweet ik het gewoon. En misschien dat je dan leuk met andere mensen een team kan vormen. Ja toch, dat is altijd leuk. We gaan in ieder geval natuurlijk een Xbox 360 toernooi houden en een PlayStation 3 toernooi. Vorige keer heb ik alleen een Xbox 360 toernooi gehouden, maar dat duurde 21 dagen. Zo lang gaan we niet meer spelen. Maar ik heb in ieder geval wat meer informatie over de toernooien. Dat is in ieder geval de datums voor het Xbox 360 toernooi. PlayStation toernooi komt nog wel later. Dat ga ik even kijken hoe ik dat het beste kan inplannen. Maar in ieder geval, de Xbox 360 toernooi gaat gehouden worden op zaterdag 13 juni en zondag 14 juni. Dat is dan de eerste ronde, hè, zeg maar. De laatste 32 zijn dat natuurlijk. Dat zijn 16 wedstrijden op zijn max. Hè. Als er iets te weinig inschrijvingen zijn, dan hebben mensen een baai, dus dan zou het iets korter kunnen duren. En daarna op 20 en 21 juni, in ieder geval 20 juni, de laatste 16 is dat toch? Ja, de laatste 16. En op 21 juni de rest, hè? Dus de laatste 8, de laatste 4 en de finale natuurlijk. Op 21 juni van dit jaar, dat is 2015, want vanmorgen had ik 2014 in mijn vlog, in mijn dieetvlog gedaan. Dus. Maar het is natuurlijk 2015. De inschrijvingen. Hoeveel mensen kunnen er inschrijven? Nou, Xbox 360 zal waarschijnlijk wel tegen de 32 teams zijn. Dus dat is gewoon precies goed eigenlijk. Voor de Xbox, voor de PlayStation 3. Ja, daar zijn toch wel behoorlijk veel inschrijvingen. Meer inschrijvingen. Dus mocht dat eventueel boven de 32 teams uitkomen. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal gaan, maar in ieder geval... De mogelijkheid bestaat wel. Dan mogen die mensen gewoon meedoen en zo. Dan krijg ik gewoon een extra voorronde partij. Dan moet ik dat even nog wat anders indelen. Moet ik even overleggen ook met Erik. Wat hij het beste vindt om daar mee te doen, zeg maar. Maar teams kunnen zich eigenlijk gewoon inschrijven. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet ingeschreven staat. Want ik heb zoveel mailtjes binnen. En ja, ik heb ook heel veel mailtjes nog niet beantwoord natuurlijk. Ik zal ze even hier op mijn computer bij pakken. Ik heb nog iets van 85 e-mails staan. En die ga ik allemaal beantwoorden. Maar ik heb hier maar bijvoorbeeld over een Johan Gerritsen. Zie ik een paar keer voorbij komen. Albert Dekker. Jan-Dirk Sangers. Ook teams die ingeschreven staan. Onder teamnamen en zo. Bosklen en zo. Jullie staan allemaal in mijn lijstje. Jullie hebben nog geen mailtjes gehad. Maar ik beloof jullie in ieder geval... Dat ik jullie voor eind van deze week, hè, voor aanstaande vrijdag, heb ik jullie allemaal ge-e-maild. En dan weet je in ieder geval, als je vrijdag nog niet ge-e-maild bent, dan moet je meteen even mij aanspreken. Want dan is er misschien iets misgegaan met een mailtje. Ja toch? Link staat trouwens naar mijn mail, staat ook nog in de beschrijving. Het is Black Ops 2 toernooi 2015, @gmail.com. En ik zal het ook nog een keertje even in de beschrijving zetten natuurlijk. Dat over daarover. Nou, dan werd er nog een vraag aan mij van Chris. Waarom speel je geen Search and Destroy? Ja, Search and Destroy. Ik persoonlijk vind het echt niets aan. Ook niet leuk om te kijken. Ik vind het echt
traag ook. Dus ja, ik begrijp dat mensen dat leuk vinden en zo. En waarom doe je dat niet? Nou, ik doe het niet omdat ik het niet leuk vind. En als ik het niet leuk vind en ik moet gaan streamen, dan is het niet bevorderlijk voor de stream, zeg maar. Dus vandaar dat ik Kill Confirmed heb gekozen. Wel als expres als laatste. Zodat een beetje tegemoetkomen met jullie en zo. Zodat je eerst gewoon Hardpoint en Capture the Flag gaat spelen. En eventueel daarna, als het 1-1 staat, dan speel je nog een potje Kill Confirmed. En alle regels, alle wapens die je mag gebruiken, alle dingen, dat zijn gewoon MLG-regels. Dus je mag bijvoorbeeld geen C4 gebruiken, maar wel een Semtex, zeg maar wat. Voor dat moet je gewoon eventjes googlen op internet en dan kun je gewoon zien wat je mag gebruiken, standaard. En daarnaast werd er nog gevraagd aan mij, Chris, waarop ga je streamen? Want heel veel mensen zijn verkikkerd op Twitch en zo, en dat begrijp ik best wel en zo. Maar ik ga dit niet streamen op Twitch, want misschien wel een losse stream een keertje op Twitch, maar dit niet. Want dit vind ik gewoon leuk, als het gewoon volledig op mijn kanaal staat. En natuurlijk kun je het ook re-uploaden op je kanaal en zo, maar dan heb je het, ja, dan, qua views. Ja, dan krijg je allemaal lange livestreams op mijn kanaal die echt weinig bekeken zijn. En ja, want weinig mensen kijken daar terug en zo. Al wordt het wel terugbekeken, maar niet zoveel als natuurlijk gewoon als het live uitgezonden wordt. Dus vandaar dat ik het gewoon lekker op mijn kanaal ga streamen. Ja, dus dat betekent in ieder geval dat je elke wedstrijd kan kijken. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Vergeet niet trouwens een blauw duimpje aan deze video te geven natuurlijk, want dat steunt me enorm. Ik ga dood door een predator, gelukkig na de Moab. Ja, heb je nog vragen, moet je het maar even achterlaten. Of je stuurt me een berichtje via Twitter, mag altijd, dan beantwoord ik de meeste vragen ook wel. En natuurlijk volg mij ook op Twitter, hè, FishNaterNL. Jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye.